Ik was een beetje bang voor zijn hond, moet ik zeggen. Pfff, ja? Ja, kom gelijk tegen je op. Ja, die vindt geen Duitsers leuk. Peter Hiballa, nieuwe trainer bij NAC Breda. Hoe is dat zo gekomen? Ja, lange en korte verhaal. Ik ben heel verrassend ontslagen in Dunas Castreda in Slowakije. Het was 3 januari en ik denk 3 of 4 januari heeft NAC mij gecontacteerd en hebben we een paar gesprekken gevoerd, wie het zo is. En dan, zij hebben zich aan het begin een beetje tijd gelaten en dan aan het einde heb ik me een beetje tijd gelaten omdat ik nagedacht heb. Getwijfeld, nagedacht of ik dat doe of niet. Omdat je kan ook lekker de zakken vullen van een Slovaakse geld. Ja, maar dak Streda naar NAC Breda. Dat is goed, hè? Dat is een beetje... Ja, een beetje Goethe, een beetje chiller. Nu ga je van Streda naar Breda en van dak naar NAC. Ja. Hoe is het nu met je? Je klinkt een beetje schor. Ja, ik heb niet zoveel geslapen. Ik heb even gewerkt nu die 3 dagen. Ja, dan kom je binnen en moet je gelijk serieus aan de bak natuurlijk. Ja, serieus aan de bak. Even gescheid. Geroepen. Ja, veel gegenpressing. Gegenpressing. En Nederlandse taal is natuurlijk HVG. Dat komt ook mee. Nee. Maar ik heb even gesproken, alles in Duits, Engels en Nederlands. En dan een beetje, ja. De weer in Breda was nu ook niet zo lekker. Zo een beetje op natte sokken gelopen. En, ja. Maar tegenwoordig komt het tijden gewoon, natuurlijk. Ja, morgen moet ik mijn stem voor 18.000 mensen opbrengen. Dus we moeten de stem morgen goed terug. Sidney van Hooydonk, die is jarig vandaag, hè? Ja. We hebben gezongen, dat happy birthday moet ik zeggen. Also als ze morgen zo voetbal spelen als ze zingen, dan verliezen we 8-0. Maar jaren vandaag. Ja, ik sprak hem net. Je had hem gelijk even op mijn stoel gezet. Hè? Hij moest even in het midden van de belangstelling hoog, staan. Hoog staan, ja. En de speech was 23 seconden en was goed, ja. Van hem, wat zei hij? Ja, bedankt voor het lekkere liedje. Maar goed. Okay. Maar kan hij jou ook gaan bedanken voor een basisplaats straks? Want dat is natuurlijk een speler die de laatste maanden niet heeft gespeeld, althans niet in de basis. Ja. Hoe kijk jij tegen hem aan? Wat vind jij van hem? Ja, hij is een heel talenteerde jongen, heeft een heel goede schiettechniek. Hij moet nog leren, vind ik, meer door te lopen. Hij staat nog te vaak. Linkervoet moet beter. Also, ja, hij is een jonge gast. Maar zijn we alleen jonge gasten eigenlijk. Ja. Talenteerd, maar hij moet nog de drive krijgen. En nu probeer ik uit mijn ervaringskist hem een paar details mee te geven dat hij beter wordt. Ja, maar is hij goed genoeg om wel in de basis te starten? Ja. Dus die speelt morgen? Ja, weet ik niet. Ik weet het. Wat Johan wel zei toen er sprake was van dat jij naar Breda zou gaan, het eerste wat hij zei van, nou moet ze meteen doen. Goeie zet. Ja, ik heb Johan namelijk maar 1-2 keer ontmoet. Ook privé. Ja, ik vind een interessante man, omdat ik ook altijd interessante mensen vind die ouder zijn, die wat beleefd hebben. Ik was een beetje bang voor zijn hond, moet ik zeggen. Kom gelijk tegen je op. Die vindt geen Duitsers leuk. Maar hij slaapt wel eens tussen hem en zijn vrouw in, zegt hij zelf. Dat kan je niet voorstellen. Dus. Voor mij is er niks meer hoor. Maar oké, iedereen moet dat uitzoeken. Nee, en dan hebben we ook over voet. Ja, en natuurlijk. Oké, ik kan nu zeggen, ik ben halve Nederlander, maar ik heb natuurlijk mijn hele leven eigenlijk in Duitsland gewoond. Ja. En daarom vond ik altijd goed met Nederlandse mensen ook over cultuur en deze dingen te praten. Want je hebt toen nog aan tafel gezeten ook, een jaar of 3 geleden inderdaad. Dat gebeurt niet vaak natuurlijk dat er... Dat vond ik op één moment leuk, op één moment ook niet zo leuk, moet ik zeggen. Niet? Ja, ze hebben zo 1-2 mopjes. Tweede Wereldoorlog, dat vind ik niks. Voor mij persoonlijk is dat ook geen satire dan meer. Voor mij is dat niks. Dat gaat dan wat te ver. Dus heb ik daarna ook na de uitzending gezegd, omdat ik in de uitzending dat niet gesnapt heb. Wanneer is jouw periode hier geslaagd, vind jij? Ja, goed, ik heb natuurlijk de grote zin gezegd. Ik wil promoveren, maar dat wil ik ook. Ja. Zo, dan is het, dan doen we maar zwart-wit. Als we promoveren. En als we niet promoveren, dan ben ik niet geslaagd. Ja. Ja, ik heb daar ook geen probleem. Ik vind het wischi-waschi altijd van trainers. Misschien en dan dit en dat. Nee, ik heb gezegd, oké, dan doen we de 1,5 jaar. En ik wil promoveren. Omdat Eredivisie is ook voor mij persoonlijk natuurlijk ook leuker. We hebben een